naar een nieuwe video. Vandaag ga ik een Q&A opnemen met de vragen van de 500 sub special. En ja, laten we beginnen. Oké, de eerste vraag die komt van Life by V. En de vraag is, wat is je favoriete winkel? Ik denk de Beaumont, daar hebben ze wel hele leuke kleding. Dan vraagt Frederik Marie, liever glitter poepen of glitter roesten? En ik denk glitter poepen, want dan is het gewoon in de wc en dan is het overal van de lucht. En dan ziet iedereen als je hoest hebt. Ja. Marie Verhagen die vraagt, wat wil je later worden? Het liefst zou ik iets van kinderarts of zo willen worden of kinderoncoloog. Alleen, ja, ik zit nu op MAVO en daarvoor moet je de universiteit hebben. Dus ik denk dat ik dan naar HBO wil en daar iets in de zorg wil gaan worden. Hanneke Dorenbal vraagt, op de achtergrond zie ik dat je allemaal kussens hebt. Welke vind je het leukst en waarom? Ik heb er één, maar die ligt niet op mijn bed. Ik zal hem even pakken. Dat zijn deze twee varkentjes en vroeger had ik deze al, want toen had ik een beetje een roze varkentjeskamer. En hier ging ik dan altijd op paarden rijden. En ik weet nog dat ik heel trots was dat ik hier gewoon zeg maar, ja, dat mijn benen hier overheen pasten. En dit is gewoon, ja, net zo groot als mijn hoofd. Maar dit zijn dus wel mijn leukste kussens, want daar heb ik wel leuke herinneringen aan van vroeger. Chardonnay? Wat is je beste voetbalclub? Ja, dat zijn diegenen die winnen. Nee, ik hou echt niet van voetbal. Lysius Protein vraagt, geen wenkbrauwen of kaal zijn? En dan kies ik sowieso voor kaal zijn, want van die hele getekende wenkbrauwen, dat vind ik echt heel erg lelijk. En kaal, ja, je kan een pet op, een pruik, kaal, dat zou me eigenlijk niet zo heel erg veel uitmaken. En dat waren alle Q&A-vragen weer. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. En ja.